Jimmy Connors, hij is de held van Amerika en zal dat voorlopig nog wel even blijven. 4 sets had hij nodig om Paul Haarhuis te verslaan. Hij gaat door naar de halve finale waarin hij zijn landgenoot Jim Courier tegenover zich treft. De andere halve finalisten Stefan Edberg en Ivan Lendl. Hoe lang zal deze man, Jimmy Connors, zijn vorm nog kunnen behouden? Hij zal het zwaar krijgen dit weekend. Hij zal 2 dagen achter elkaar moeten spelen. Voor hem gaat het toernooi door. Voor Paul Haarhuis is het afgelopen. En hij kan toch heel tevreden naar huis terugkeren. Dat was het wat betreft onze live verslaggeving vanuit New York. Ik geef u graag terug naar de studio in Hilversum. Ja, en na een Rus en 3 Duitsers moest het dus een Amerikaan met, mag ik zeggen, 20.000 helpers zijn, die de opmars van Paul Haarhuis in New York tot staan bracht. Maar hulde natuurlijk voor Jimmy Connors voor opnieuw een voortreffelijk tennisoptreden op het center court van Flushing Meadow. Hem zien we dus in de halve finale terug. Marcel memoreerde dat al. Halve finale die u zaterdagavond bij de NOS kunt zien. Maar als u nu straks over een paar uur of misschien nog wat later vrienden, kennissen of collega's tegenkomt die spijt hebben van het feit dat ze deze nacht niet in wakkerheid hebben doorgebracht en daardoor deze wedstrijd hebben gemist, wees dan zo goed hen namens ons mee te delen dat zij vanmiddag om 5 uur een herkansing krijgen. Dan namelijk zenden wij in 3 kwartier de hoogtepunten van deze wedstrijd nog eens een keer voor u uit. Vanmiddag dus om 5 uur. Over en sluiten, maar wat mij betreft, het is laat genoeg geworden. Tot de volgende keer. Eigenlijk. Die wenkbrauwen fronste ik alleen maar omdat ik van die 4 punten die ik had, Spanen reeds 3 genoemd heeft. Het enige wat mij overblijft is nog een verschil te noemen. En dat is dan, om kort te zijn, dat elke Vlaming 4 gedichtenbundels per jaar schrijft. Geheel in Chinese stijl. En elke Nederlander er slechts 3. Een gedichtenbundel van een Nederlander wordt zeldzaam als er een opdracht in staat. Maar een gedichtenbundel van een Vlaming is alleen maar zeldzaam wanneer er geen opdracht in staat. En dan wat de arbeiderspers die toch boeken uit het noorden uitgeeft en het noorden uitgeeft die in het zuiden geschreven worden. Ja, ik vind die opmerking van Spaan weer veel te lief. Spaan, dat is iemand die overvloeit van vriendelijkheid. Ik vind dit helemaal niet een goede vraag, ik vind het een domme vraag. Het is het soort vraag als, wat is het verschil tussen een contrabas en een cello? Iedereen kent dat grapje, een contrabas brandt langer. Nou, een Belg brandt waarschijnlijk ook langer. Ook in de hel, omdat hij probleemloos en aardig leeft en er nog plezier in heeft. De man met de haakneus Calvijn en het dikke biervat Luther hebben die landen, want iedereen weet dat de generaliteitslanden genoemd werden, niet geteisterd. Het leven heeft daar nog zijn aardige, vriendelijke gang. Gaat u maar eens hier bijvoorbeeld in Amsterdam bij Dorius eten en u zult tot ontdekking komen dat u op een afgrijzelijke manier geschoffeerd wordt door mensen met boerenzakdoeken om de nek, blauwe kielen, buiten een walgelijke damp
van uit de zee gehaald, droesem, enzovoort, enzovoorts. Nu, dat zal u in Antwerpen of in Brussel niet gebeuren. Overal wordt u op een vriendelijke, ouderwetse, slaafse, horige, ik zeg niet hoerige, manier behandeld. Alles smaakt even lekker, alles is even vrolijk en plezierig. Er waait een vrolijke wind rond de kathedrale en alle hotels en alle restaurants hebben minstens 3 of 4 sterren. Zoals u weet is er in Nederland 1 restaurant, voor zover ik weet, met 1 ster. En daar heb ik het zelfs nog mogen beleven dat er eigeel tussen de vork zat. Ik bedoel maar, je kunt uren zo doorgaan. De taalstrijd, daar wil ik het niet over hebben. 1 herinnering, toen ik een keer jaren geleden bij een drukkerij in Leuven was en daar aan een bureau in een directeurshok treurig zat te werken, ging de deur open en stond er een meisje in een uniform, want daar draagt men bij ieder bedrijf uniformen. Dat is om ze uit elkaar te kunnen houden. En dat meisje zei tegen mij, "Au wil Fanta kok." En ik raakte in grote radeloosheid, want ik dacht, als ik dit niet versta, dan ben ik weer de hooghartige Hollander. Maar de echo kwam terug en ik begreep het. Zij had gezegd, had u gewild Fanta of Coca? En ik nam Fanta. Deze merkwaardige getuigenissen zal ik in mijn oren knopen voor het dossier niet Nederland-België, want er schijnt hier een misverstand te bestaan, maar voor het dossier Nederland-Vlaanderen. De tweede vraag is van een Nederlander. Is niet zo oorspronkelijk, want de Henestad had er iets vroeger geschreven, o land van mist en most, op mijn verzoek niet aan de zee, enzovoort, onttogen. Van onze vriend Leo Vrooman, die in New Jersey woont, bioloog is en alles wetenschappelijk bekijkt. Zijn leuze is liever heimwee dan Holland. Ik vind dit een prachtige vorm van echte humor. Humor die gestoeld is op melancholie, op weemoed, die in het tegenovergestelde een tegenhef zoekt om niet een ander te gaan. Wel, Gerrit Komrij, om niet altijd het rijtje af te gaan van links naar rechts. Akkoord met Leo Vrooman, liever heimwee dan Holland. De vraag luidt dus de Nederlandse dichter Leo Vrooman, die in de steeds verblijf beweert liever heimwee dan Holland. Ik ken een Nederlandse dichter die niet in de steeds, maar nog steeds in Nederland verblijft. En die beweert liever de tyfus dan Tindemans. Als Tindemans een Nederlander is, akkoord. Zo is er met elk land wel wat. Ik zelf heb geen last van heimwee, maar ik zou ook graag geen last van Holland willen hebben. Als ik een Nederlandse dichter was, en hopelijk niet in de steeds verblijvende, dan zou ik beweren, de bonmots van Vrooman Leo zijn die van een Yankee Beo. Liever hier met zieke kloten dan gezond in Minnesota. Waren de toehoorders, ik was vergeten te zeggen dat elk van de 3 sprekers ook in zijn antwoord een gedichtje zou verwerken. Dit gedicht van Komrij hebben wij dan gehoord. En waar de antoniem Henk Spaan. Wat ik denk over die regel van Vrooman kan ik het beste illustreren aan een gedeelte uit een door mij uitgesproken redevoering ter gelegenheid van de jaarvergadering van de Landelijke Coniferenvereniging Nederland vorige week woensdag. Ik sprak al dus. Landgenoten, liever heimwee dan Holland. Wat moeten we daar in godsnaam mee? Al 20 jaar lang sijpelt dat gif via Lodewijk door tot in de hersens van onze natie. Verpest het de mentaliteit van de gehele Nederlandse jeugd. De regel behoort dan ook zo snel mogelijk uit de vaderlandse literatuur geschrapt te worden. Want zo winnen we de oorlog natuurlijk nooit. Leo Vrooman zal dat een zorg zijn. Die heeft makkelijk lullen, want die zit veilig ver weg. Maar toch steeds overal zijn grote neus insteken.
terwijl wij onze grenzen hebben te verdedigen. Wat denkt hij eigenlijk wel, die kale bioloog met zijn literaire hobby? Niks als ongelukken krijg je ervan als biologen zich met literatuur gaan bemoeien. Kijk maar naar Hilenius en Maarten het Hart. De hele godganse dag zitten die maar literatuur te bedrijven. En biologie, ho maar. Die lappen ze aan hun laars. De bioloog heeft geen tijd meer voor biologie, want de bioloog schrijft. Al ruim een half jaar lang ben ik op zoek naar een beetje standaardwerk over de coniferen in Nederland. Maar lauwloenen hoor, vergeet het maar. Over de coniferen is absoluut niets te vinden. De enige vogel waarover biologen vandaag de dag nog schrijven, is Mozart. Ja, ja. En dat allemaal van onze belastingcenten. En als ze het niet over Mozart hebben, schrijven ze gedichten over bloemen. Dat loopt helemaal de spuigaten uit. Die Vrooman heeft een gedicht geschreven dat heet notabene Bloemen. Het begint zo. Als alle mensen eensklaps bloemen waren, zouden zij grote bloemen zijn met lange snorren. Zou je hem niet, die Vrooman? Als alle mensen eensklaps bloemen waren, zouden zij grote bloemen zijn met lange snorren. Ja hoor, zo weet ik er nog wel drie. Als alle mensen eensklaps bomen waren, zouden zij kleine bomen zijn met twee paar takken. En als alle mensen eensklaps lieve heersbeestjes waren, zouden zij grote coniferen zijn met rode vleugels en zwarte stippen. Laat me niet lachen, landgenoten. Als Leo Vrooman het allemaal zo mooi vindt wat ze op Cuba doen, moet hij gewoon naar Cuba verhuizen. In plaats van altijd en eeuwig maar op ons vaderland zitten te vitten. Ik heb gezegd. Daarmee is nog niet alles gezegd. Want Theo Ontrop... ik moet mij excuseren, want er is een Nederlands dichter, een Antwerps dichter, vriend van de woestijn, die heette Theo Ontrop. Ja, dat weet ik. Daar heb ik wel eens... Stel die microfoon aan. En u had ik ook kunnen... Ik heb wel eens stencils van gezien. Ja, ja, in Nederland koopt men de verzenbundels niet uitgegeven in het zuiden. Men kopieert ze op stencils. Wel nu, Theo Sontrap. Ja, dichterschap en werkelijkheid is een interessant onderwerp. Zo gauw het over werkelijkheid gaat, dan moet je over het algemeen bij de dichters niet zijn. Dat heeft Wallace Stevens al gezegd. A poem should not mean but be. Het heeft niks te betekenen, maar het moet er wel zijn. Heimwee, daar is eindeloos veel over geschreven. Ik heb dat in mijn bibliotheek systematisch georganiseerd. Dichtbundels over heimwee nemen bij mij 4,5 vierkante meter in beslag als ik het op de grond zet in stapels. Zie hem daar zitten, de grote dichter Vondel. De ganzenveer gereed, hij strijkt de tondel en schrijft: de liefde tot zijn land is ieder aangeboren. Men praat hem na, wie tegenspreekt heeft verloren. Al is het land waar men u slordig heeft verwekt, vermist, vermest, verpest, tot in het merg verdrekt, gij zult het minnen, al brokt de kots u in de gorgel. Gij zult bezingen op een kreunend heimweeorgel. Het lijkt me moeilijk, heimwee naar dat Holland met slechts één filosoof die gek was, dikke Bolland. Meneer Jonkheren, de eruditie in Nederland is misschien in de jaren dat u het Forum niet meer leidt, niet vooruit gegaan, maar de welbespraaktheid wel, want wij moeten reeds afsluiten. Hoe is uw hernieuwde confrontatie met Nederlandse literatoren u bekomen? Ik ga straks in de trein tot Amsterdam, Antwerpen. Ik ga drukproeven mee, die drukproeven niet verbeteren, maar bij inwendig verkneukelen, binnensmonds kwispel starten, over het goede uur dat ik hier heb doorgebracht. Nederland is niet veranderd, de Vlamingen zijn niet veranderd, wij moeten ook niet veranderen. Stelt u zich voor dat wij maar evenveel bier zouden drinken als u jenever, en u evenveel jenever als wij bier, dat zou toch ook niks zijn, hè? Dank u wel, Karel Jongheer.
De standbed klaverjassen, de standbed klaverjassen. Hoe staat het, heren? Oh, we zijn klaar. Hoe bedoelt u? We hebben de 16 potjes gespeeld. En de uitslag is, we hebben gewonnen van Nederland. Van de kampioen hebben we nog van gewonnen. Zo. Met 16. De stand is 10-6 geworden voor het Australisch-Franse duo. Een Nieuw-Zeelandse. Nieuw-Zeelands-Franse duo. Even een korte analyse, hoe kan dat? Ze speelden beter, ja. Dat is duidelijk. Door de competitie, door die portefeuilles. Ja. Dat de kaarten van tevoren geschud zijn en er weer in teruggestoken worden, moet ieder met die portefeuille spelen. Zo, ieder krijgt op dezelfde tafels krijgt al die portefeuilles te spelen. En aan het eind van de competitie, of aan het eind van de dag, controleer je al die de normale speelpunten die ze gespeeld hebben. Controleer je met elkaar en dan geef je matchpunten voor. En dat is de eerlijkste manier. Okay. Waar zijn de nieuwe wereldkampioenschappen? Ja, wanneer wordt die gehouden? De volgende kampioenschappen worden, wereldkampioenschappen worden gehouden hier in Amsterdam in 2 jaar tijd, op de 2 jaar. Ja. Oké, dan zien we u weer. Hartelijk dank voor uw medewerking. Veel schrik, veel plezier. Piet Ponskaart, vandaag is zo goed als ten einde. Vergunt u me even de namen te noemen van de mensen die zo aardig zijn geweest om dit razend populaire programma nog populairer te maken. Dat waren huispianist Jacob Klaassen, politiek commentaar Henk Hofland, klaverjassen Stonstees, René Rombouws, Bert Oostrom en Louis Kuijs. Het forum bestond vandaag uit Henk Spaan, Theo Sondrom en Gerrit Komrij en werd geleid door Karel Jonkheren, die ook in een interessant interview met John Jansen van Galen Daanen van zich liet praten. Presentatie John Jansen van Galen, Lenny Len, interview hebben we gehad. Research, Jan Kuitenbrouwer, techniek, Ferry Sluiten, Martin Schoon en Fred Wit. Regie, Roegje Proper, Rick Saal, productie, Merk de Boes, Leonie Smit. Gentlemen, are you ready? Yeah. Telefoonredactie, Nelke van den Drift. Eindredactie, Rick Saal en Hans Dulfer en zijn Pericles. Eindigen deze show met Libanon. Zover dan, u heeft geluisterd naar een aflevering van het langspauzeprogramma Piet Ponskaart presenteert uit 1977. Dit in het kader van onze rubriek De VPRO op herhaling. Het is binnen 5 uur nu. Na het nieuws vervolgt VPRO's nachtleven met de wel zeer afwijkend vormgegeven wekkerradio van Mario Corroda. Tot zo dus. Het is 5 uur. Radionieuwsdienst verzorgd door het ANP. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoekt een bericht van de New York Times dat in Litouwen oorlogsmisdadigers in ere worden hersteld. De krant zegt dat in deze Baltische staat duizenden nazi's worden gerehabiliteerd. Volgens de New York Times heeft een openbare aanklager in Vilnius verklaard dat duizenden mensen die na de Tweede Wereldoorlog door Sovjetrechtbanken zijn veroordeeld, van blaam worden gezuiverd. In Litouwen is vorig jaar een wet aangenomen die deze mogelijkheid biedt. Er wordt een uitzondering gemaakt voor mensen die schuldig zijn aan moord op ongewapende burgers. Washington zegt ervan uit te gaan dat deze wet wordt geëerbiedigd. Het bericht van de New York Times heeft vooral in Joodse kringen in de Verenigde Staten geleid tot grote opwinding. België maakt zich steeds meer zorgen over de onrust in Zaïre, het vroegere Belgisch Congo. Minister van Buitenlandse Zaken Eyskens heeft gewaarschuwd voor het snel afglijden van de toestand in Zaïre, zowel op sociaal, economisch als politiek gebied, als de beloofde democratische hervormingen niet doorgaan. Sinds maandag is het onrustig in de hoofdstad Kinshasa, na botsingen tussen ordentroepen en betogers die demonstreerden tegen de sterk gestegen kosten van levensonderhoud. Ook kwam het tot gevechten tussen aanhangers van president Mobutu en leden van de oppositiepartijen die willen dat Mobutu aftreedt. Er zouden 2 doden zijn gevallen en kantoren van 2 oppositiepartijen zouden zijn geplunderd. Tennis, de Open Amerikaanse kampioenschappen in New York. Paul Haarhuis is er niet in geslaagd de halve eindstrijd te bereiken. In de kwartfinale verloor hij in 4 sets van de Amerikaan Jamie Connors. De setstanden waren 4-6, 7-6, 6-4 en 6-2. Connors ontmoet in de halve finale zijn landgenoot Jim Courier. Het weer... wolkenvelden, ook af en toe zon en vrijwel overal droog. Middagtemperatuur ongeveer 19 graden.
Waarschuwing voor de scheepvaart. Rottum, noord tot noordwest, 6. Tot zover dit ANP-bulletin. Verkeersinformatie. Het verkeer op de A16 Breda richting Rotterdam moet rekening houden met vertraging. Tussen Rotterdam Centrum en Rotterdam Alexanderpolder is maar één rijstrook beschikbaar. Geadviseerd wordt een andere route te kiezen. Einde van deze uitzending. Ja. Oh, nee, nee, ja. Oh, ja, VPRO-nacht. Sorry, luister, ik was even vertrokken. Even een moment van geestelijke afwezigheid, zo gezegd. Het overkomt ons allemaal wel eens, niet waar, alsof je een stukje hebt overgeslagen. Maar goed, ik ben er weer en de blik is gericht op de weg voor mij. En wie ontwaakt daar? Wie stevend daar in volle hevigheid recht op ons af? Jawel, het is Mario Corroda, daar kunnen we niet omheen. Dus laten we ons maar voorbereiden op haar muzikale grondoffensief. En de nu volgende 2 uren, kukkelukku. Goedemorgen. Nou, en dan volgt hier het verhaal van 2 leuke meisjes die van de vrouw afgingen en aan de man. Dure hobby, mannen. When I was a young girl like normal girls do, I looked to a woman's love to help get me through. I never needed any more than a feminine touch. I hated the thought of kissing a man, it really was too much. I did not drink, I did not smoke. $10 on birth control and beer. My life was so much simpler when I was sober and queer. But the love of a strong hairy man has turned my head out of fear and made me spend my last $10 on birth control and beer. It was June of 1983 when Mary Lou and I did part. She said she loved another dyke. My God, it broke my heart. I was bitter and disillusioned to lose another girlfriend. But Lester came to work at Papa's store and decided to ease on in. Before that last heartbreak, well, nothing made me more sick than a hairy-chested, cheap, double-breasted, suited man with a hard dick. I guess that I was curious, heck, I guess that was that old rum and coke. I guess that I was dumb. I spent my last $10 on birth control and beer. My life was so much simpler when I was sober and queer. But the love of a strong hairy man has turned my head out of fear. It made me
me spend my last 10 bucks on birth control and beer. For of course, for a woman to love a man, she must also love to booze. If a woman don't drink beside her man, then she will surely lose him. As I sit in this hetero honky-tonk and reflect upon my past, I think about those old girlfriends and why they did not last. For the certain thrills that lesbian love simply cannot supply, like paying for abortions from sperm gone awry. And so I say to you, my friends, without this man I'd die. So listen to my tale of woe and hang your head and cry. I spent my last $10 on birth control and beer. My life was so much simpler when I was sober and queer. But the love of a strong hairy man has turned my head, I fear, and made me spend my last $10 on birth control and beer. I spent my last $10 on birth control. Thank you.
Met de blote voeten in het gras renden ze rond. Michael Doucet en de Cajun Brew. En hun manier van woolly bully woolly bully. Wat we nog wel kennen van Sam de Sham en de Pharaohs van vroeger. Maar die vind ik lang niet zo mooi als deze uitvoering. Met violen en dat soort dingen. Dennis Elkepoon, dat is een reggae zanger. Maar die heeft zijn stem verzekerd. Moet je nou eens horen. People, get ready. Because I'm coming on strong. Strong, strong, strong. I'm the hottest DJ in Radio Land. I'm your main man. My voice is insured for over $500,000. And I'm as cunning as a fox, knocking things you like to watch. So baby, come on down and let the music move you. You will come on down and let the music groove you. Lift it up and never kick it up. Shake it up. When I tell you, don't you try to trouble, trouble. For if you trouble, trouble, trouble will I trouble you. And the other day comes, is the other day fall. So you get on the ball and don't you start. You could let the music rock you and let the music shock you. Keep on rocking, keep on moving. Keep on grooving, I will tell it to you. I might have to use my book. So come on down and let the music rock you. And you can come on down and let the music shock you. I keep on rocking, I keep on moving. I keep on doing your own thing as I will tell you. You got to be a man of your own, brother. Hear me now. I'm your main man from Radio Land. And my voice is insured for over $500,000, you know. Let the music rock you and let the music shock you. And let the music get you in the groove as I'm a teasing you. I keep on rocking, I keep on shocking you. I keep on moving, I keep on moving. When I ask you, and when I tell you, don't trouble, trouble. But if you trouble, trouble, will I trouble you? When I tell you, you will be my mescal lollipop. So brother, come on down and let me see you hit the spot. The rock and shock is double teasing you. Two wrong can never make a right. So brother, come on down and let's not fuss and let's not fight. Brother, come on down and let us unite. This is a warning. When I tell you, new day is dawning. Hear me now. Good gosh. When I tell you. With big hungry tigers, table manners have no place. Dear, 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 no, dear, dear, no, dear, dear, oh, dear, no. After they have eaten you, they never say their grace. Dear, 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 no, dear, 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 no, dear, dear, oh, dear, no. Hunting tigers can be ripping fun. Like three blind mice, see the hunters run. Hunting tigers out in India. Out in, out in India. Yeah. Yeah. You all know how beastly tigers are. Out in, out in, out in India. They bite, they scratch, they make an awful fuss. It's no use stroking them and saying puss, puss, puss. No, hunting tigers out in India. Out in, out in, out in India. Yeah. They make an awful fuss.
milking them and saying puss, puss, puss. No hunting tigers out in India. Out in India. Yeah. I say, J.O., it's jolly frightening out here. Nonsense, dear boy, you should be like me. But look at you, you're shaking all over. What's shaking, you silly goose, I'm just doing the what you say, that's all. Tigers don't go out on rainy nights. They don't need to whet their appetites. Hunting tigers out in India. In India. Yeah. How many tigers can you find with forks and serviettes? Don't care in what part of you they fix their fretwork sets. Hunting tigers can be ripping fun. Like three blind might be the hunters run. Hunting tigers out in India. Out in, out in, out in India. Yeah. Hunting tigers out in India. Out in, out in, out in India. Yeah. Ja, dat was het alweer. Zo prachtig. De spannende avonturen van de Bonzo Dog Band. Die daarvoor Bonzo Dog Duda Band heette. In India. En dat hebben we allemaal in de gordel van Smaragd moeten missen. Wij Hollanders met ons koloniale verleden. We gaan naar Frankrijk, want iedereen heeft het tegenwoordig over Mano Negra. Maar geef mij maar Negres Vert. Vind ik veel mooier. L'homme des marais. En dat is niet de man uit die wijk van Parijs, maar gewoon uit de moerassen. Een man met natte voeten.
don't be the high.